Welkom bij deze video. Ik ben Marco en vandaag ga ik jullie mijn top 5 games laten zien die ik van hou om te spelen en ik jullie graag met jullie wil delen. En ik zou hierbij de tweede laten zien van elke game die ik jullie graag wil laten spelen en jullie laten zien dat ik ze leuk vind. En ik ga ook wat vertellen over elke game en waarom ik ze leuk vind om te spelen. En dat ga ik dus doen. Dus laten we beginnen met nummer 5. Oeps. Verkeerde video. Ah shit. Here we go again. Hello Carl. Been a long time, huh? Hey CJ, what's up? We keep telling you all, keep telling you all. Rule of the streets, keep telling you all. Don't sneak. Don't touch that radio. Don't touch that radio. Just some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? Ren, you give off a positive energy. The important thing to remember is that nothing can go wrong. Wall Street is king! Wall Street is king! Nu zullen jullie allemaal vast wel denken, waarom GTA San Andreas? GTA San Andreas is uitgekomen op 7 juni 2005. Is dus gemaakt door Rockstar North en Rockstar Games. Toen GTA San Andreas uitkwam in destijd, was dat de meest hippe game die je maar kon spelen. En het is nog steeds hartstikke hip. Van de mogelijkheden die je erin kan doen is heel groot. En het is gewoon een mooi spel om te spelen. En het blijft ook gewoon mooi. CJ of Carl Johnson keerde dus terug in GTA of na Los Angeles nadat zijn moeder was vermoord in het spel dus en daardoor is zij dus teruggekeerd, is allemaal dingen weer gebeurd, allemaal kennis weer op gang gekomen en ik heb nu dus gekozen voor de mobile versie, niet de PC versie. Van in 2013, 19 december, kwam dus de mobile version van GTA. En het was net alsof het spel opnieuw uitkwam. Het was GTA, maar op een kleinere scherm en als een telefoon. Gewoon op een telefoon. En hij was briljant. Ze hebben letterlijk daardoor weer miljoenen verdiend. Gewoon door een oud spel weer te releasen op een telefoon. En GTA San Andreas is sowieso gewoon briljant. Iedereen heeft het wel gespeeld. En ik vind ook gewoon dat iedereen het moet gaan kopen. Of in ieder geval moet proberen. Van GTA is gewoon de briljantste game die je kan spelen. En ik vind ook gewoon dat het zo is. Maar nu dus op naar nummer 4. 18. We'll be right back.
PlayStation 4 heb ik Battlefield 4. Battlefield is uitgekomen in 2013. Of nee, 14, sorry. Of zeg ik dat nu verkeerd? Nee, volgens mij 14, ja. Dat begin 2014. En Battlefield 4 is een hele mooie gameplay. En hij, de storyline die in Battlefield 3 ongelooflijk slecht was, hebben ze onwijs veel verbeterd. Er is eindelijk wat te doen in de storyline en hij is ook wat leuker. Je hebt een beetje eigen free map. En toch weer niet. Battlefield 3 is toch en blijft ook toch echt een multiplayer game. Omdat het functioneert wel als singleplayer. Alleen dan moet je dan allemaal missies hebben. Missies kun je niet maken, dat is wel jammer. Omdat het is niet een AMA soort realistische game. Dus dat is wel jammer. Maar Battlefield 4 is wel een hele mooie game. En ja, laten we opgaan naar nummer 3. Let's go to a place where everything is made of blocks. Where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Build anything you want. Day or night, rain or shine. Cause this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle. Invent a new machine. Or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Build your own little community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft. And fight off the dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do. With no rules to follow, this adventure, it's up to you. Zo, Minecraft op nummer 3. En ja, ik heb daar een hele goede reden voor. En dat is simpelweg, Minecraft is een game. Je hebt oneindig keuze wat je wilt doen. Je kan de grootste gebouw maken van de wereld. Je kan minigames doen. Je kan van alles doen. Minecraft is gewoon oneindig groot. En het is gewoon een hele grote sandbox game. En het is ook volgens mij de allerbeste sandbox game ter wereld. In ieder geval wel de meest gespeelde game überhaupt ter wereld. Ook al is Minecraft niet eens echt een game. Het is niet een game. Het valt niet onder games, waar het genoeg is. Maar goed, waarom ik zelf voor Minecraft op 3 zet en niet hoog of lager. Ik vind dat het wel meer. Ik vind het wel leuker dan Battlefield. Maar ik vind het niet leuk dan de volgende video of volgende games die er komt. En die andere zijn toch iets leuker, vind ik zelf. Dus ja. Dus geniet daarvan van de volgende. En de volgende is nummer 2. From the second it takes off, you're inside. It's a cage, you see. You know, your eyeballs freeze up at that altitude, at 20,000 feet. The electrics keep you alive, the wires, the cables. And then the flak comes in, thick and heavy. Get out. Not when it dives at 300 knots. There's a beast deep inside you. It will not die. It will fight back.
Watson er gekozen omdat ik heb de laatste twee weken, of nee, de laatste week al 78 uur Watson gespeeld, dus dat zegt al een beetje genoeg. Watson is speciaal, zou ik wel willen zeggen. Het is een game, je hebt genoeg keuze, je kan haast doen wat je wil. Je kan een beetje stunten als je dat wil, je kan met je vrienden een beetje custom battles doen. En je kan natuurlijk de echte war joinen, als je dat wil. En dat is dus waar ik hou van Watson. Je kan hebben keuze. En er komt nog meer keuze. Binnenkort heb je ook schepen. Volgens mij komt die eind 2015. En eind 2016 dan komt de army. Of de military. Dat je zeg maar kan lopen als persoon in first person shooter. En dat is echt dingen waar ik op verheug bij Watson. Watson is al echt al een amazing game. Maar dit lijkt me nog meer amazing om dit te kunnen doen met Watson. In vooral de boten ben ik op verheugd. Nou, daar ben ik op verheugd aan al 2 jaar. Ik speel Watson al 2 jaar en is nu al volgens mij 4 jaar uit. Uit mijn hoofd. En het blijft nog gewoon fascinerend om te doen. En daarom verheugen we dus nu heel erg op dat de boten komen. En vooral de first person shooter lijkt me nog geweldig bij hun. Maar dat is net juist even kijken hoe dat is. En volgens mij kun je dan wapens kopen in plaats van auto's, vehicles en zo. Kunnen dan wapens kopen. Verschillende wapens worden upgraden. En upgraden dat ze beter richten en zo. Dat is misschien. Dat weet ik dus niet helemaal zeker. Of, het kan wel zijn dat ik fout ben. Maar dat is wat ik heb gehoord en gelezen. Dus, maar goed. Nu gaan we dus. Oh ja. We gaan nu dus naar de nummer 1. Crimson Sabbath, you bring me news. You have a rival, my prince. The Red Prince has no rivals. Only upstarts and challengers to my rule. A challenger, then. A king from the west. A very effective king. And what does this petty king offer that I do not already have? Security, power, gold. This upstart is very popular with the settlers. The settlers mean nothing. You, of all people, should know that. Deal with him as you have dealt with the others before him. As you wish, my prince. So, it seems that I have a rival. For the moment. What is it, my servant? I bear grim tidings. Your western rival, the upstart. The upstart has been surprisingly successful. The northern reaches have sworn fealty to him. The insolent savages! Call my generals! We shall march at once! We shall crush him! With my prince's indulgence, there is an easier way. You have a plan, my servant? One of our enemy's own knights may be induced to aid our cause.
And you believe you can turn this night to our side? I am most persuasive. Yes, you are. Let us make this night a dagger to strike against the heart of our foe. Yes. And we shall strike when he least expects it. The fact that you are here means that my offer has intrigued you. My master, the Red Prince, has found your king to be a particularly thorny problem. A problem that can be solved by a single brave knight. One who can strike at the right moment. What my master offers is simple. You keep your king's original kingdom and the adjacent lands on your island. Of course, you will swear fealty to the Red Prince, but my lord will not interfere with you, as long as the taxes are paid. We will supply military and financial aid naturally at the beginning to help defeat our foe. This is just a token of our appreciation. Do we have a deal? I trust your prince no further than I do my current liege, but since your master is further away, I think I will do better with him. Then wait for our word and be prepared to strike. Perhaps your majesty would like to consider a deal. Look at our captor's face, my prince. There is no mercy there. Silence, servant! If not for your mistakes, I would not be here. And you, so secure in your power, you have won. You've humbled the Red Prince. You have your empire. But let me tell you now, it will be a hollow victory. 100 years from now, your empire will be dust. 200, and it will be history. 300 years, and you will be forgotten. Take pride in your petty success, my liege, because I know my history. You will be forgotten. So speaks the Red Prince. 600 years later. What used to be here? This used to be a castle. An important castle? A very important castle. It belonged to a wise king. Was he a good king? The settlers of the kingdom honored him and kept the castle as a park. I like this story. Tell me more. Okay. A long time ago, there was this kingdom with a wise ruler and brave knights. Zo allemaal, en hier ben ik weer. Jullie zullen misschien wel afvragen, wat is dit? En wat is het voor spel? Dit is The Settlers, Ways of an Empire. Dit is mijn favoriete game die ik heb. Het is een spel uit 2007, maar heeft een fucking goede multiplayer. En alleen jammer dat de multiplayer servers voor multiplayer offline netwerk, dus multiplayer met iemand die ergens Amerika woont, dat die niet meer bestaat. Die hebben ze dus shut down. Vorig jaar, in 2014, juni, ergens. Omdat het simpelweg niet meer werd gespeeld. En dat vind ik wel jammer, van ik speel het nog wel heel vaak. Daarom doe ik nu heel vaak, samen met een van mijn vrienden, Land World multiplayer. Dat werkt nog prima. Dat kun je ook wel zien op mijn kanaal, onder Settlers Online. Jullie hebben dit heb ik ook wel vaker opgenomen op mijn kanaal. En ik zou een serieus let's play hiervan doen binnenkort. Van het is gewoon serieus mijn lievelingsgame. Het heeft ziek goede graphics. Ik heb een 2 gig videokaart en nog steeds kan ik niet goed aan. Dus dat bewijst gewoon zijn graphics al. Ja, wat zou ik nog meer willen vertellen over deze game? Het heeft een hele goede storyline verder. Singleplayer is hartstikke goed. Je kan
Het spel zelf is gewoon briljant. Het zit vol details. Je ziet overal vogels vliegen. Je ziet een konijntje lopen. Je ziet een hond lopen. Een kip. Een kat. De settlers zijn echt aan het werk. Je ziet ze echt werken in hun huis. Je ziet een boom omvallen. Hoef ik meer te vertellen? Het is gewoon gedetailleerd. Het heeft wat. Dit is een game die niet zomaar kan... dit is gewoon een top 1 game voor mij. Ik heb het zelf gekocht in 2010. Dus 3 jaar na de uitkwam. En het is nog steeds mijn lievelingsgame. En ik heb het nu al 4 jaar dus. 5 jaar bijna. En ik ben niet meer vanaf. Mijn game. Mensen blijven vanaf. Als we nu ook dat kunnen ze niet. Als dit game niet meer zou bestaan, zou ik boos worden. Het is mooi. Het is fucking mooi. Sorry, ik scheld. Dat mag niet, maar ik doe het bij deze. Voor deze keer, dat vind ik het goed. Laat een like achter in de beschrijving. En laat een comment achter of jij een beetje mee eens bent over mijn top 5. Jij mag natuurlijk eigen mening hebben. Dit is mijn top 5, hè. Jij mag natuurlijk je eigen top 5 hebben. Dus laten we even op een rijtje zetten. Ik had op nummer 5 had ik dus, moet even spieken. Oh ja. Op nummer 5 had ik GTA San Andreas mobile version. Omdat het gewoon mooier is op de mobile version dan eigenlijk op PC. Sorry, dat ik zeg maar. Op nummer 4 had ik Battlefield 4. Fucking mooi game ook. Goed gedetailleerd. Dat gebouw echt kunnen omvallen. Dat je gewoon met een quad in een lift kan, dat heb ik al eerder gezien. En dat je gewoon door een glasraam heen rijdt en de quad en alles raakt een helikopter en weet ik veel wat. Dat is gewoon goed gedaan, jongens. Goed gedaan maken van dit. Goed gedaan, Thijs. Op nummer 3 had ik Minecraft. Sommigen had misschien verwacht van mij dat ik Minecraft hoger zou doen, maar juist niet. Minecraft is niet mijn lievelingsgame, maar ook niet een game waar ik denk, hij moet wel in de top 5 staan, hij moet wel in de top 3. Dus daarom heb ik er toch op de derde plek neergezet, omdat het toch een game is waar je heel veel kan doen. En er is heel veel mogelijkheden, echt onwijs veel. En op nummer 2 had ik War Thunder. War Thunder heb ik daar niet voor niks neergezet. Ik heb War Thunder daar expres neergezet, omdat... War Thunder speel ik heel veel en het is gewoon heel mooi. Het heeft nice graphics, zelf op medium, een low, ultra low zelfs is het graphics, echt, echt ongelooflijk goed. Het is gewoon een mooi spel en je wil het gewoon blijven spelen. Maar het kan op een gegeven moment wel een heel klein beetje gaan vervelen. Ook heb ik dat nog niet meegemaakt. Ik heb wel vrienden van mij die hebben het wel meegemaakt. Dus ja. Dat is wel een beetje jammer dat ik dat hoor. En dus op nummer 1 heb ik dus Settlers. The Ways of an Empire. En dit is dus mijn lievelingsgame. Je kan het kopen op Steam. Alleen de Golden Edition dan wel weer. Maar dan heb je wel wat meer maps. Ik heb gewoon de Standard Edition. Verder niks erbij. Voor mij is het Golden Edition, heeft een langere multiplayer campaign, of heeft volgens mij 2. En heeft ook nog wat meer multiplayer maps en soort dingen. En volgens mij heeft het ook nog wat meer details. Maar verder is het precies hetzelfde. En ja. Ik zie jullie allemaal denk ik bij de volgende video. Laat een reactie af of je een beetje mee eens bent met mijn top 5. En wat jij denkt dat top 5 eigenlijk zou moeten zijn. Laat een like achter als je de video leuk vond. Laat een comment achter. Als je een andere mening hebt. En ik zie je vanzelf wel een keer bij mijn kanaal. Sub naar mijn kanaal. Sub naar iHaas Gaming. En sub naar naar iHaas Gaming. Van die merk ik ook video's mee. Nou.
Zie je allemaal bij de volgende video. En bedankt voor het kijken naar mijn top 5. Doei!